hoek gezocht door Jelmer Veilbrief. Quincy Veenhoff daar. Met een hoog standje. DVS moet terug. Draait daar kort, die 14. Bert Steltenpol, ja, die kennen we, Maarten. Ja. Dit is slordig. Daar balverlies, Roald de Vries. Koen Vloedgraven die dat met Daan Huiskamp goed oplost. Quincy Veenhoff, sterk. Pilon zoekt, kijkt, waar kan ik hem dan kwijt? En dan gaat hij alleen op avontuur. Eens kijken, daar is Benjamin Roemion voor de goal. Scherp. Nee, die geeft daar centrale man. Kan die bal weghalen. Bal binnen. Jeremy Jonker. Quincy Veenhoff. Van Hussen. Quincy Veenhoff. Niet. Roald de Vries. Ziet er goed uit dit. Jeremy Jonker krijgt de bal niet voor. Wordt wel de eerste hoekschop voor DVS. Kruisheer meldt zich daarvoor. Niet echt koppers. Ja, misschien Evre. Ja, Quincy. Quincy Veenhoff. Toch wel lengte, ja. Maarten. Maar ja, hij staat wel op randje 16. Ja, precies. Maarten van Dijk, kan hij gaan schieten? Ruim tot schieten. Ah, dat kan hij. Maar deze doelpoging mist de goal. Kijk, dat kan hij ook, hè? Houdt hij hem binnen? Ja, gaat hij hem voorgeven? Nou! Oh, wie is daar? Wie is daar? Daar is niemand van DVS. Goeie aanval. Ja. Lange periode van balbezit. Kruiseer nu. Roemion in de drukte. Kan hij daar doorheen combineren? Het is Van Hussen. Van Hussen die... DVS wil de bal snel terugwinnen. Geen overtreding. Van Hussen zoekt Roemion. Het is daar heel druk. Kijk eens. Nou, eruit te halen dat ding. Hij gaat gewoon door. Ook op avontuur gewoon. Wat is dat dan? Maar kijk eens. Ja, maakt niet uit. Boom. Oh. Nu. Doen. Oh, keeper laat het los. Zit daarbij. Keeper laat los. Ah, mooie aanval. Nee, dat is geen Fecunda. Evre. Op avontuur. Goeie bal op Pilon. Pilon kan 1-op-1 komen. Kan 1-op-1 komen. Nou. Dan komt hier nog iemand tegen. Gaat hij hem geven aan Evre. Oh. Voor de benen. Nee. Ai. Wat een lekkere actie. Van die centrale verdediger Evre. We gaan naar de corner. Korte corner weer. Veenhoff. Eén man, twee man. Ja, die kan vrij gaan schieten. Komt hij? Nee, weer de keeper. Nee, nu wel. Ja. Hey, Oliver Pilon. Hij hing in de lucht. En daar is de 1-0 voor DVS. Veel pressie, veel druk. Uiteindelijk het schot van Hussen. En Pilon die hem intikt. Kijken of ze er onderuit kunnen komen. Dit is precies de tussenin. Oh, lekker Jijken. Maarten. Geen buitenspel. Oh, Jeremy Jonker. Gaat naar de goal. Nou, dit moet uitgespeeld worden. Houd in. Kappen. En tweede paal. Oh. Daar moet je in deze fase van de wedstrijd meer mee doen. Ja, laten we hopen dat dit niet de laatste kans van de wedstrijd is geweest. Jeremy Jonker. Het lukt VVSB niet echt om in de duels te komen, André. Nee, ze proberen wel druk te zetten, maar ze vangen DVS op. Maar het positiespel bij DVS en vooral het veroveren van die tweede bal is goed verzorgd bij DVS. Steken, ja. Kan hij erbij? Ja, daar kan hij bij. Ja, hij gaat scoren. Hij gaat scoren. Ik moest hem even voorzeggen, want hij vergat bijna te scoren. En toch kon hij hem op het laatste moment even controleren en de 2-0, nee, maar gaat helemaal niet door. Er is iets anders aan de hand. Ik weet niet precies wat. Gaan we zo even terugkijken. Hensbal. Hij stuit het eroverheen. En in de stuit valt die bal tegen zijn hand aan. Dus als hij net iets handiger met de kant... Daar heeft hij voordeel aan. En, Gelukkig schiet hij hem niet naast, want dan was hij de wereld overgegaan, denk ik. Inworp voor DVS. Snel ingooien van de Koen Vloedgraven. Slim. Oliver Pilon. Pilon, sterk. 16 meter binnen. Gaat daar toch nog op avontuur. Man, misschien had je je moeten laten vallen.
Hij was er een beetje op zoek. Nu is het Everett die helemaal weg is uit het centrum. Maar daar keurig. Hij moest daar wat controleren. Dus. Nou, komt hij. Geen buitenspel. Roemion, wat gaat hij doen? Keeper Wijfeld en schiet naast. Grote kans voor Roemion. Ja, en dat begon dus bij Everett. Fecunda naar Onjijke naar Demon op Sussen. Goed, het juiste moment druk. Kan hij meer bezit houden. Handig gespeeld nu Veenhoff. Gaat hij hem steken? Ja, dit is het juiste moment. Bal. Geen buitenspel. Dat is een metertje goed van de lijn of goed meegekiept door... Ik had het idee dat Koen iets inhield. Maar ja, als je zo'n keeper eraan komt vliegen, dan... De Roemion, individuele actie, heel druk daar. Weer dat centrum. Er staan wel 35 man daar. Ja. Dit aanval loopt zo bloed een stuk beetje in de handen van keeper Lars Jansen. Heel leuk om naar te kijken. Ja, dat wel, maar nou ja. Wel een keer initiatief nemen. En je moet wel schieten, hè? Ja. Dus kun je niet scoren. Dit is handenwerk van... Sterke speler, hè? Maar keurig op dit de bal. Dit mag door van de scheidsrechter. Goed gezien van de scheidsrechter. Oh, het is hier druk. Dan moeten er ergens anders mannetjes vrij zijn. Ik voorzie zo'n overtreding een keertje. Een keer zo'n iets te laat middenvelder die dan in één keer geen goede pakt. Bal, hé. Ja. Dat kan die Quincy, hoor. Maarten van Dijk. Benjamin Roemion. Maarten van Dijk. Geen spelers nog in de warming-up. Ze precies op een uur voetballen zitten. Oh, lekkere combinatie. Vloedgraven, Roemion. Voorzet. Oh! Hey. Pilon beklaagt zich bij de scheidsrechter. Zegt dat hij daar... Zo, dat is snel gedaan. En een penalty. Domme overtreding. Ja, zo is het. DVS wat een grote kans kreeg. En nu komt er eigenlijk de eerste grote echte kans voor VVSB eraan. En dat zal Feliciano Sussen moeten worden dan. Nee, bij de buren heeft Paul Ebbing twee wedstrijden achter elkaar penalties gepakt. Dus laten we hopen dat het geluk ook hier in Ermelo is. Maar zo komt VVSB langs zij. 1-1 hier in Ermelo. Kan worden weggewerkt door VVSB. Keurig. Keurig Jeremy weer, Jonker. Kijk eens. Kruisheer. Nou, belonen, DVS. Ja, sterke fase. DVS. Ja! Pilon! Die had hij nodig. Op een goed moment maakte Oliver Pilon de 2-1. Dan zie je toch, als de ploeg druk gaat zetten, dat het lukt. Hoekschop, VVSB. Kijk eens in het hoekje. Daar is geen handsbal. Scheidsrechter zag niet wat ik wel zag. Ja. Dit is een opletter geblazen. In de handen van de keeper. Oeh, hij is hem kwijt. Maar hij... Daan Huiskamp. Hij... valt naast de paal. Dit kijken we even terug. Ja, misschien straks even. Nu een corner. Dat zijn ook wel opletten geblazen. Nou. Stelt de pol bovenuit. Ja, die valt binnen. Valt-ie. Hier, kijk eens. Nummer 3. Onjijke. Onjijke maakt het hier gewoon weer 2-2. Je zei al, het wordt spannend. Danny Bakker zoekt...
Sussen. Osruti. Of Sussen. Kort weggedraaid. Oh. Sussen met ruimte, laat hem niet schieten. Niet laten schieten. Die jongen heeft een goed schot. Stelt de Pol onder de bal door, maar Sussen in de lijn van de bal. Nu Osruti naar Steltepol. Geen buitenspel. Komt-ie. Oh. Pff. Hij raakt hem verkeerd, maar anders... Daar had hij meer mee kunnen uithalen. Had hij. Maar wat een wedstrijd van DVS. We mooie, hebben wel genoten. Ja, mooie pot. En Maarten van Dijk nu nog een keer. Dit is buitenspel binnenkant. Roemion. Ja! Ja, nee! Oh, dit was de kans. Ai. Benjamin Roemion is de derde goede kans. Een punt is wat DVS krijgt en VVSB ook. Mooie wedstrijd gezien. Goed voetbal. Maar DVS beloont zich niet met een driepunter.